Boekhouden voor ondernemers werd nog nooit zo makkelijk uitgelegd. Ik ben de boekhoudjuf en vandaag ga ik je alles vertellen over de balans. Kijk je mee? Welkom allemaal, goed dat jullie er zijn. In deze les ga ik jullie alles uitleggen over de balans. Ik vertel wat een balans is, wat je ermee kunt en hoe een balans is opgebouwd. Een balans is een rapport waarop je kunt zien hoe jouw bedrijf er financieel voor staat. Heeft jouw bedrijf bezittingen? Wat is het vermogen wat er in je bedrijf zit? En heeft jouw bedrijf misschien schulden? Waar heb je een balans voor nodig? In ieder geval als je je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting gaat indienen bij de Belastingdienst. Wil je geld lenen van een bank of van een kredietverstrekker omdat je wil investeren? Dan zullen ze ook vragen om de cijfers van jouw bedrijf en een onderdeel daarvan is de balans. Ik ga nu een voorbeeld erbij pakken, zodat ik jullie kan laten zien hoe een balans is opgebouwd. Een balans is opgebouwd uit 4 kwadranten en ik ga elk kwadrant afzonderlijk met jullie behandelen. We beginnen bij de bezittingen met de bedrijfsmiddelen. En wat is nou een bedrijfsmiddel? Een bedrijfsmiddel heb je gekocht om jouw product te kunnen maken of jouw dienst te kunnen leveren aan jouw klant. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een machine, een computer of een auto van de zaak. Dan gaan we naar het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal is opgebouwd uit onder andere de klanten van wie jij nog geld te goed heeft, het saldo op je bankrekeningen of je voorraad. Wat je hier ziet staan is dat bij de bedrijfsmiddelen vaste activa staat en bij bedrijfskapitaal vlottende activa. Vaste activa blijven langer dan een jaar in je bedrijf en vlottende activa zijn over het algemeen korter dan een jaar in je bedrijf. In de latere lessen ga ik daar nader op in, dan zal het voor jullie ook wellicht wat duidelijker worden. Aan de passiva kant van de balans, dus aan de schuldenkant, staat het eigen vermogen. En dat klinkt natuurlijk best gek, want hoezo is het eigen vermogen nu een schuld? Het betekent dat de onderneming een schuld heeft aan jou als privépersoon. Is jouw bedrijf een BV, dan heeft de onderneming een schuld aan de aandeelhouder. Het eigen vermogen is opgedeeld in een aantal categorieën. Bij een eenmanszaak is dat de privéopname en stortingen, het resultaat van het boekjaar en de overige reserves. Bij een BV is dat het aandelenkapitaal, het resultaat boekjaar en de overige reserves. En de overige reserves, dat is wat jouw bedrijf heeft opgebouwd over de afgelopen jaren. Wist jij dat categorieën in boekhoudland grootboekrekeningen heten? Nu wel. Het vierde kwadrant heette schulden. En daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan een lening die je hebt aan de bank, een lening die je hebt aan een familielid, of als jij nog belasting moet betalen aan de Belastingdienst. Wat je hier ook ziet staan is vreemd vermogen. En dat betekent dat dat geld niet van jou is, want je moet dat immers nog terug gaan betalen. Dit zijn dus de 4 kwadranten die horen bij een balans. Ik ga er nu een voorbeeld bij pakken waar ik ook getallen heb ingevuld, zodat het wat duidelijker wordt. Ik heb hier een voorbeeldbalans van een onderneming. Zoals je ziet is deze balans ook weer onderverdeeld in 4 kwadranten. Bij de bezittingen hebben we de bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen hebben op dit moment een waarde van 10.000 euro. En deze 10.000 euro is onderverdeeld in een waarde van de bedrijfsbus van 8.000 euro en een zaagmachine van 2.000 euro. Een balans is overigens een momentopname. Dat betekent dat je gaat kijken wat de waarde is op dit moment. Die bedrijfsbus die is bijvoorbeeld over 2 maanden weer ietsje minder waard. Dus dat is de waarde dan op dat moment. Het bedrijfskapitaal heeft een waarde van 5.000 euro. En dat bedrag bestaat uit 4.000 euro op de bankrekeningen en 1.000 euro wat je nog te goed hebt van jouw klanten. De totale waarde van de balans aan de linkerkant komt daarmee 10.000, 5.000 op 15.000 euro. Dan gaan we naar de schuldenkant van de balans. En daar beginnen we met het eigen vermogen van 12.000 euro. Het resultaat boekjaar is op dit moment 3.000 euro, dus dat betekent dat je tot nu toe 3.000 euro winst hebt gemaakt. De overige reserves, dus het bedrag wat je in voorgaande jaren hebt opgebouwd in je bedrijf, bestaat uit 9.000 euro en samen is dat die 12.000 euro. De schulden hebben een waarde van 3.000 euro. Die is opgebouwd uit een schuld aan de bank van 2.000 euro, een schuld aan ome Jan van 700 euro
En je moet nog btw betalen aan de Belastingdienst, totaal 300 euro. Tel je die bedragen bij elkaar op, dan kom je op 3000 en samen met die 12.000 euro is dat ook 15.000 euro. Wat je ziet is dat de totaaltelling van de bezittingen en de schulden aan elkaar gelijk is. Want daarom heet het ook een balans. Ga je iets veranderen in je boekhouding, dan verandert er altijd iets op twee plekken. Dat kan zijn bij de bezittingenkant, dat kan zijn bij de schuldenkant, maar dat kan ook zijn dat er zowel bij de bezittingen en de schulden iets verandert, of zelfs dat er in een kwadrant iets verandert. Aan de hand van een voorbeeld ga ik jullie dat laten zien. Als eerste gaan we een bedrag aflossen op de lening van ome Jan. Ome Jan die heeft nog 700 euro te goed en ik ga 100 euro terugbetalen aan ome Jan. De schuld van ome Jan staat op 700. Ik haal er 100 euro af, dus ik hou 600 euro over. Daarnaast ga ik dat geld betalen van mijn bankrekening, dus dat betekent dat de bankrekening ook met 100 euro naar beneden gaat. Omdat ik deze bedragen heb gewijzigd, veranderen ook de totalen van het kwadrant. In plaats van 5000 euro hou ik dus over 4900. En bij de schulden gaat er ook 100 euro af, dus gaat die naar 2900. Hierdoor verandert uiteraard ook de totaaltelling van de balans. Dus die 15.000 euro wordt 14.900. En aan deze kant uiteraard ook. Je hebt nu gezien dat er iets verandert, zowel aan de bezittingenkant als aan de schuldenkant. We gaan nu een computer kopen. Een computer van 1000 euro. En die computer die ga ik meteen per pin betalen bij de winkel. Bij de bedrijfsmiddelen komt er natuurlijk een computer bij. En omdat ik dit bedrag direct per pin ga voldoen bij de winkel, gaat het banksaldo met 1000 euro naar beneden. Dus dat betekent dat ik daardoor op 2900 uitkom. De waarde van mijn bedrijfsmiddelen verandert, want die gaat naar 11.000 euro. En de totale waarde van mijn bedrijfskapitaal, die gaat naar 3900 euro, omdat er namelijk 1000 euro van de bankrekening is afgegaan. Het totaalbedrag van de bezittingen is gelijk gebleven. Ik heb namelijk hier 1000 euro bijgedaan en hier 1000 euro af. Als laatste voorbeeld wil ik laten zien dat er ook binnen een kwadrant iets kan veranderen. We hebben een klantenvordering staan van 1000 euro en deze klant gaat het bedrag storten op de bankrekening. De vordering op de klant van 1000 euro die gaat naar 0 en het saldo van mijn bankrekening gaat naar 3900 euro. Hierdoor is er iets verschoven in dit kwadrant van de onbetaalde facturen klanten naar de bankrekening, waardoor het totaalsaldo van het bedrijfskapitaal gelijk blijft. En daardoor blijft ook de totaaltelling van de volledige linkerkant hetzelfde. En is de balans nog steeds in evenwicht? Aan de hand van dit voorbeeld heb ik nu laten zien dat er verschillende categorieën op je balans kunnen veranderen. En dat kan zowel bij de bezittingen, bij de schulden of bij allebei. Als je voor nu onthoudt dat de balans is opgebouwd uit 4 kwadranten, dan heb je al een hele goede basis gelegd. In de volgende lessen ga ik jullie daar nog veel meer over vertellen. Voor nu bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Vond je dit een leuke en leerzame les? Klik dan op het duimpje. Heb je nog vragen? Zet die dan in de comments. Wil je nou nooit meer een les missen van de Boekhoudjuf? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op het belletje. Deze lessen worden je aangeboden door boekhoudprogramma Jort, boekhouden met een glimlach.